Dat is raar. Hallo, goedemorgen allemaal. Morgen. Het is weer een nieuwe dag en het is vandaag, ik moet helemaal nadenken door die vakantie. Oh ja, donderdag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Elke dag zijn nieuwe ronde, nieuwe kansen, joh. En vandaag komt er een vriendinnetje van jou les spelen. Yes, eindelijk, hè? Hey. Echt, ja, we hadden we al beloofd voor de kerstvakantie dat er een vriendinnetje mocht komen spelen, maar we waren zo druk de hele tijd. Ja. En vandaag komt Maya en dan gaan we gezellig naar het bioscoop. En ik ga even snel nu een video maken, want die voor morgenochtend heb ik nog niet gemaakt. Dus dat, let's go! Zo, we hebben zojuist even een extra video opgenomen over alle babyspulletjes die we tot nu toe hebben. Ik zal hem even linken hierboven, dan kunnen jullie die ook zien, want die staat inmiddels al online. En de box, het ziet er zo cute uit. Viola die heeft alle kleertjes opgevouwen en erin gezet. Tadaa! Dit is onze baby uitzet tot nu toe. Maar dat komt dan maar... Ja, maar dit vinden we gewoon super leuk om het even zo neer te zetten. Maar dat hebben we hebben nog even niet de kast. Nee. Want we hebben de box wel. Ja. Dit zijn shirtjes, mutsje, onderbroekjes, dit zijn broekjes. Dat zijn rompertjes en dat zijn, dit zijn pakjes. Pakjes, ja. Dit zijn een topzus, hè? Zo verzorgend nu al. Hey, eindelijk in de auto en daar is Viola heel erg blij om. Ja, want we gaan nu maken. Ja, change of plans. Ze zou naar ons komen, maar wij gaan uiteindelijk toch naar haar toe. Want haar moeder die gaat ook mee. Dus zo gezellig. Go! Go! Even over je turnpakje. Ja, dat is wel leuk. Ja. Jij is ook van mij, hè? Zijn jullie net zusjes? Maar dan totaal anders. De ene voor judo en de andere voor turnen. Oh, dit is zo gaaf. Nou. Zijn maar 5 euro. Top, hè? Het is best wel een leuke muts. Hij is best leuk. 1 euro. Ben je dit nou aan het filmen? Ja. Hij is te groot. Hij is te groot, mama. Kijk, die hond in het tasje staat er ook op. Lekker mijn hond, man. Ja, deze is wel nog veel kleiner, denk ik, hoor, dan die van ons. Het is wel een chihuahua, een langharige. Hey, we zijn in de bios. Hey! Ferdinand! Ferdinand! We zullen zo vertellen hoe het was. Yes! There we go! Zo, we zijn weer terug in de auto. En de dames doen even verslag van de film. Heel leuk! Was echt grappig, hè? Ja! Super grappig. Mooi, ja, daar zijn we weer. Ja, we mogen van mijn moeders. Ja, dat is heel speciaal. Nog een zakje. Yay! Hoe lekker is dat? Nou, we gaan jullie weer laten pakken. Oké, Maya, welke heb jij? Oh, ik heb deze. Welk poppetje heb jij? Oh, van één. Maya, we gaan even alles opeten. Mama en ik hadden ook nog even geshopt, dus hier ga ik even alle spulletjes laten zien die we hebben gekocht voor mij. Kijk dit, heel zacht. En die andere kant is... Die is echt vet leuk, hè? Ik kon hem niet laten liggen, hij was 10 euro. Heel zachte muts. En deze delen wij ook. Nou ja, deze is voor mij. Deze. Maar 1 euro. En dit is een kaars, hij ruikt heel lekker. Oh, ik vind het zo lekker. Een paar losse kaarsjes, gewoon losse. Oh, dit wist ik nog niet. Het zijn sokjes. Raapjes op. Amsterdam. Heel leuk shirtje. En met lange mouw en er staat een hartje op. Vet leuk. Deze, daar ben ik super blij mee. Ik ga het even aandoen. Dit vest is heel handig. Want dan kan ik bij mijn turnpakje aan. I love this. En dit. Ik weet niet wat dit is. Oh, het zijn dekentjes. Voor in de box. Spook. Deze is blauw. Maar jullie zien niet zo goed. Het is eigenlijk gewoon blauw. Heel lichtblauw. Ik leg hem even in de box. En daar heb je dus ook... schattige andere van. En dat zijn sterretjes.
Nou, dat waren alle spullen van die wij hebben gekocht bij de Primark. Ja, Bart komt terug van de afspraak. Die heeft het eten geregeld voor vandaag. Het eten? Het eten heeft hij geregeld voor vandaag. Nou, wel veganistisch met kaasvlees. Veganistisch met kaasvlees? Vegetarisch. Oké, vegetarisch met kaasvlees. Nee. Hey, zwanger vrouwtje. Hey. Hoogzwanger vrouwtje. Hey. Heb je alweer een update gehad voor je buik? Nee, zijken. Nog niet. Pop op. Pop. Wow. Boink. Boink. Boink doinkie. Bart is zo blij als een kind, hè? Ik heb een cadeautje voor mezelf. Nou ja, jullie hebben daar ook heel wat aan. Want oh, is dit mijn verjaardagscadeau, Bart? Ja, dit in combinatie met alles wat ik hiermee ga doen. Kennen jullie nog dat verhaal van de schroefmachine die ineens verdwenen was nadat wij onze vloer hebben laten doen? Nou, Bart die moest dus nu alles opnieuw kopen. Belletje niet, ik heb hier. Zo is hij recht. Zit hij in midden. Nou, ik ben heel benieuwd wat Bart hiermee gaat doen in huis. Schroefen. Wow. Hier zie je echt dat hij een hele rare bol is. Ja, hier. Ik zie het hier helemaal. Wow. Dat is raar. Hij is gewoon helemaal aan het draaien af en toe. En dan zit zijn hele ruggetje ineens in mijn zij. Hoekig stuk. Hier voel je ook gewoon nog mijn ribben. En dan ineens pam. Hij heeft nu ook de hik. Dat voelen we. Voelen dat hij de hik heeft. Ik kan het net niet zien. Eén Ray Donovan-tje gekeken en nu ga ik naar boven en leren. Dankjewel voor het kijken voor vandaag. Well trusten. Tot morgen. En abonneren. Je kent het allemaal. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Doei! Rock that joint.